Hallo, we zijn er en welkom terug in een nieuwe aflevering van Sword Art Online. Hoi! Wat gaan we vandaag weer doen? We gaan vandaag weer een opdracht uitproberen te voeren. En de opdrachten die is eigenlijk de questopdracht. Die wil ik eigenlijk gaan uitproberen. De Highway Safety Survey. Daar wordt level 1 voor gevraagd. Nou, we zitten op 2, dus of zo, omdat we wel rond kunnen krijgen. Wij gaan dus even mensen uitnodigen om deze opdracht te kunnen vervullen. Wij nemen dus daarvoor Klein mee, Livia en Chino. Die drie nemen we gewoon gezellig mee. En Lisbeth zal even moeten wachten. Het gaat redelijk goed, zie ik dus. Zo weer een... Oh, dat gaat level meter. Dank je. Dit level 3, 14, 13. Dus we hebben dus opdrachten tussen zitten dat je denkt van... Nou, level meter is toch wel ver geschoten. Nou, we gaan dus deze level 1 doen. En zien wat het ons te bieden heeft. Oh, terug. Nou, Gordingen wel ontdekt. Ja, dat hebben wij ook al ontdekt. Oh, we hebben een guardbar. Ik wil zeggen, ik krijg wel een hele hoop informatie achter op benen, denk ik, ja. Al die jongens. Ik was aan, maar of we daar nog aan vechten of is het de volgende aflevering? Goed. Als het goed is... Als het goed is kunnen we nog eens een map openmaken. Dus we gaan even hierheen, even naar de map. De opdracht valt weinig te vinden. Als ik even turn. Nee. Nou, dan gaan we gewoon terug. We gaan het zo pas wel ergens liggen hier. Het zijn volgens mij ook gewoon spelers die dus meedoen en die je gewoon in de missie ziet voorkomen. Dat van zoveel nog maar even zitten. Level up!
Klein had ook nog wat gevonden. Die aanval die ga jij niet doen, jongen. Ze raakt hem bewusteloos. Kijk, we zijn alweer we zijn level naar level 3, dat is alweer goed teken. Dat is level 13, laat dat maar zitten. Zo maar dat. Vals. De beschrijving. Alleen de vraag is, waar zit dat dan? Verder omhoog kunnen we dus niet. Dan denk ik, als ik het dan zo moet... Nou, dat met de oren gaan spannen. Nou, die kunnen we wel hebben. Die hebben we vrijgespeeld. De Restoration Burst. Dat is dan heel 60% op HP. Oké. We komen al dit te binnenkort. Wat gaat hier gebeuren? Die laat ik wel even lopen daar zo. Dan weer ons level maar zo malen. Je bent niet helemaal lekker geloof ik, of wel? Oh,
次よろしくな。グッジョブ。De wereld is dat dan. Kunnen we niet gewoon de event vinden of zo? Ik weet het niet, maar... Oh, wat even een stukje terug hier. Dat is hier... Ik weet niet, wie zijn dat op de dan? Oh, leuk, dat is zo. We moeten nog 4 wespen zoeken. Nou, die vinden we wel. En onze opdracht is volgens mij nog niet daar. Oh, even kijken van, hebben we de opdracht ook aan? Nee, we moeten nog 1 wesp vinden, zo te zien. Dat we maar even niet doen. We zijn nog maar net level 5, dus het gaat zeker de redelijk de goede kant op. Ah, daar was het nou wat. Als het goed is, is deze opdracht.
Even kijken, Secure the Highway. Lea Nepham. Ik weet niet wie dat zijn. Oh, dat zijn die Lea Nepham. Schijn in vakantie tegen ons. Dat is wel een mooie gelegenheid om zo te kunnen levelen. En, we hebben dus nog een paar opdrachten gehad. En dan zou je dus, denk ik, even kijken, dan zijn we op 4,5 op de grond. Oh ja, zo. Teleport to the gate plan. Waar gaan we dus naar weer heen? Nou, deze hebben we dus klaar, de highway. De highway peacekeeping. Weer zo'n pol. Nou, dat was niet de bedoeling dat we ze allemaal tegelijkertijd deden. Maar goed, dat waren op zich wel vrij simpele opdrachten wat dat betreft. En ja, ik hoop dat jullie weer een beetje wijzer kunnen maken. En ja, in de halve zegen bij de volgende aflevering gaan wij weer even kijken als we verder kunnen met elkaar. Of dat er weer nieuwe opdrachten klaarstaan. Goed, link 2155 gaan we deze weer afsluiten. En ik zou willen vragen voor een leuk bericht, eventueel een leuk berichtje. Een like, eventueel een belletje drukken of een notificatie voor wat je graag zou willen zien. Goed, link 2155 gaan we deze afsluiten. Tot de volgende keer in de volgende aflevering van Sword Art Online.